Hier zien we het ontstaan van paardentram naar trolleybus. Bijzonder is het plaatje natuurlijk, de opening van lijn 1. U bent echt helemaal gek van die bus, hè? Dat ben ik zeker. Benny Aalbus is zo verslingerd aan die iets wat vreemde bus met van die rare stangen op het dak, dat hij er zelfs een museum over heeft ingericht. Allemaal opgespaard en ik verzamel ook nog steeds, hè? Mr. Trolleybus, zo zou je het me kunnen noemen natuurlijk. Benny reed zelf jarenlang op deze legendarische lijn 101 naar Velp. Op 5 september 1949 rolde de eerste trolleybus door de Arnhemse straat. Wat vindt u van de trolley? Uitstekend. Moet die blijven? Ja. Dus ik vind de trolley het best. Ik maak ook niet veel lawaai. Arnhem en de trolleybus, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar toch is de trolleybus nooit verder doorgebroken in Nederland. En hoe dat kan, is voor de ware trolleybusfanaten onbegrijpelijk. Dat is een moeilijke vraag, want je hebt het in Nijmegen gehad en in Groningen. Ja, die zijn ze mee gestopt, hè? Daar zijn ze mee gestopt. Want je hebt er namelijk kilometers aan koperdraad voor nodig. 20 kilometer, denk ik. In totaal hangt er boven de Arnhemse straten zo'n 240 kilometer aan bovenleidingen. Toch is de bus buiten Nederland wel populair. Arnhem is in goed gezelschap van onder meer Rome, Brussel en Leeds. En dus is er hier op de eerste Europese trolleybusdag in Arnhem vooral trots. Ah!